Hey iedereen, leuk het of dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Bennis. Jongens, ik heb er super veel zin in. Hoop dat jullie ook nog steeds Bennis leuk vinden. Want aankomende zaterdag, dus morgen aanstaande zaterdag om 1 uur, laten we zeggen om 12 uur, ga ik beginnen met Bennis. Ik ga van 12 tot 3 ga ik Bennis spelen. In dezelfde wereld waar ik nu in zit, in Asgard. En ik wil proberen heel veel te gaan uitbreiden en kijken hoe ver ik kan gaan komen. En hopen dat ik niet dood ga en dat ik helemaal overnieuw moet beginnen. Zal niet leuk zijn. Morgen komt er ook nog een aflevering online zodra de livestream online staat. Dus morgen om 12 uur komt er nog een video online. En dan vandaag om even te zeggen tegen jullie dat ik aankomende zaterdag om 12 uur live ga. Dat is gewoon morgen. Dus dat is heel snel. En wat ik dan allemaal wil gaan doen. Wat ik vandaag in ieder geval wil gaan doen. Is ik wil mijn roads proberen te fixen hier naartoe. Ik wil alvast een paar wegentjes zo maken. Ik wil dit ook allemaal alvast weg hebben. Dus laten we daar eerst even mee beginnen. Remove resources. En dan selecteren we dit gewoon allemaal. Hoppakee. En dan gewoon in een perfecte lijn. Kan dit allemaal weg. En dan zal ik straks al een soort van een labyrinth maken. Met allemaal wegentjes. En bruggetjes uiteindelijk ook. Want dit wordt natuurlijk ook gewoon nog allemaal weggehaald. Gaat nog wel een tijdje duren. Maar zodra ik dat allemaal weggehaald, kan ik hier chillax wat gaan bouwen. En kan ik hopelijk dus dat nieuwe dorpje eindelijk gaan fixen. Want, een paar huizen staan er al, maar nog niet alles. Ook zeiden jullie tegen mij dat ik mijn pasture moet gaan uitbreiden. Jullie vinden dat ik de pastures, heb ik goed gedaan, goed gefixt. Maar het is tijd weer voor wat nieuws. Maar ik wil heel graag eerst een derde dier erbij hebben. Misschien wat kippen. Lijkt me vet om te hebben. En dan kan ik die er gewoon naast zetten. Tenminste, kan ik hier een ander plekje maken. Kan ik hieronder weer een paar pastures maken. En dan kan ik daar weer gewoon... Wat is dit? Medieval Hunter Cabin. Deze is ook nog niet eens klaar. Deze staat er echt naast, maar hij is nog niet klaar. God damn it. Maar dan kan ik hiernaast gewoon weer een pasture maken met kippen. En dan krijgen we natuurlijk nog meer eten van. Wat mijn focus vandaag dus is... Is dat we hier rechts gaan bouwen. Resources weg gaan brengen. We hebben 16 laborers. Dus het zou best wel snel moeten gaan... We gaan op speed 10 zitten hier. En we gaan even wachten tot ze hier en hierboven ook wat resources hebben weggehaald. Natuurlijk wel belangrijk om mijn firewood genoeg te blijven hebben. Ik heb niet echt genoeg firewood momenteel. Ik heb niet echt genoeg. Dus ik wil wat meer fixen. Even kijken, kan ik hem hier proppen? Nee. Waar de hel kan ik hem goeie... Ik kan hem alles hier wel maken. Misschien is dit wel een mooi plekje. Ik denk dat dit wel een heel nice plekje is. Want hier heb ik al die barns natuurlijk. En dan kan ik hier inderdaad gewoon... ik heb geen zin dat ze ook vanaf hier... helemaal hier naartoe elke keer moeten lopen om resources te gaan pakken. Dus dat is mooi. Dan kunnen ze dat lekker doen. Ik kan hier ook helaas geen road maken. Wat ik eigenlijk al best wel jammer vind. Als had ik hier een stone road gemaakt, zo hier naartoe. Maar dat kan helaas niet. Ik kan wel even dit doen, zodat het misschien een beetje er mooi uitziet. Hier ook. Ja, je kan het niet connecten helaas. Maar ik kan er wel voor zorgen dat ik hem zo maak. En anders kan je niet gewoon een bridge zo maken? Nee, dat kan niet. Dat zal wel heel erg grappig zijn, al kon dat. Maar dat is niet mogelijk. Wat wel grappig is om even te laten zien, is wij gaan een tunnel maken. Ik heb dat zelf ook nog nooit eerder gedaan. Dus ik weet ook zelf niet hoe het is. Maar hier gaan we een tunnel maken. En daar hebben wij 136 stone voor nodig. Dat is best wel heel erg veel. We hebben er ook niet super veel aan. Maar het lijkt me gewoon even leuk om even te checken hoe het is. Hoe het nou is, al maak je daadwerkelijk een tunnel en of het nuttig is. Dat is nog maar net de vraag. Ik bedoel, ik kan er gewoon omheen. Nuttig zal het niet zijn, maar het is wel grappig om te zien. Oké, dus het is tijd om nu al te gaan bouwen. Ik weet dat het nog eigenlijk een beetje vroegjes is om nu al hier verder te gaan bouwen. Ondanks nog niet alles weg is. Maar ik moet even zo snel mogelijk iets gaan fixen. Want ik moet een paar nieuwe scholen gaan maken. Ja, zie, ik moet nog gewoon echt even wachten. Anders kan ik hem hier wel maken. Dat maakt niet uit. Ik ben trouwens heel erg verkouden voor de mensen nog niet, die me niet horen. Of weet ik veel wat. Ik ben enorm verkouden. Dus ik praat uit mijn neus. Het een beetje heel vervelend is. Maar hey, whatever. We moeten ermee omgaan. Ik wil hier een school maken. Schoolhouse. Die kan ik hier wel poppen. Anders kan ik hem zo wel poppen. Misschien is dat wel wat fijner. Yes. Want als je zo ziet... Dan zitten al mijn scholen. Hier zitten 15 studenten in. Hier zitten 10 members in. Ik heb in totaal momenteel 20 studenten. Daarvan zijn net heel veel adults geworden. Dus ook in de vorige aflevering was dat. Dus als ik genoeg scholen kan hebben, dan hebben we ook genoeg adults. Want we hebben momenteel heel veel children. En die worden straks allemaal studenten.
En als dat allemaal tegelijkertijd gebeurt, dan is dat best wel eng. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Waarschijnlijk gaat het allemaal wel goed. Hier, mijn firewood gaat ook goed. Alles gaat voor de rest gewoon goed. We hebben al iets meer resource nodig. En het tunneltje is af. Is nou niet echt super awesome of zo, maar... Ja, we hebben een tunnel gemaakt. Ja, het is een anticlimax. Ik dacht dat het iets anders zou zijn, maar... Oké, een tunnel. Ik bedoel, oké. Ik vind dit trouwens wel een perfect plekje voor een bakery. Ik kan hier gewoon een bakery maken. En ik denk dat dat wel een heel mooi plekje is om te doen. Als ik daar gewoon een bakery neerzet. En dan kan ik hier uiteindelijk een paar farmpies gaan maken. En dat is ook wat ik nu precies wil gaan doen. De vraag is, hoeveel mensen en hoeveel farms wil ik uiteindelijk gaan maken? Want dat is het allerbelangrijkste. Ik heb momenteel 30 farmers. Wil ik 35 farmers gaan fixen? Hoeveel eten willen we daadwerkelijk echt gaan fixen? Dat is nog maar net de vraag. First things first, wil ik even 3 meer stonecutters en 5 meer miners toevoegen. Ondanks wij, we hebben genoeg iron en dergelijk en steen en coal. Maar ik wil gewoon wat meer. En ik wil ook een paar blacksmiths weer gaan maken. Even kijken, waar was mijn blacksmith? Dat was deze. En dan kunnen wij nu ook selecteren dat ze steel logs gaan gebruiken. Dus dat is log plus iron plus coal. Wij hebben best wel veel iron, we hebben best wel veel coal momenteel en veel logs. Dan krijgen we nu steel tools, wat 10 keer beter is. En dan werken ze ook gewoon lekker snel. En yes, dus wat ik wil gaan doen. Ik wil een paar farms hier gaan maken, hierboven. En die beginnen met wheat. Zodat wij brood kunnen maken en dergelijke. Lijkt me nog wel heel handig. Even kijken, wij moeten een extra woodcutter selecteren. There you go. Dus dat wil ik hier gaan maken. Ik wil het niet al te groot maken. Ik wil gewoon, ik denk 4 van die dingetjes wil ik gaan maken. Dus laten we dat doen. We selecteren de crop field. En we maken hem. We maken wel 4 keer 15-15. Misschien is dat wel hartstikke mooi. Ik wil even kijken, want kan ik hier. Oké, hier kan ik gewoon bouwen. Dus dan wil ik hem hier. 15 keer 15. Zo. En dan hier ook. 15 keer 15. Misschien kan ik er beter eentje tussen doen. Zo. 15 keer 15. En dan maak ik hier ook gewoon eentje tussen. 15 keer 15. En dan hier ook. Zo. En wat we dan kunnen doen, en dat merken jullie waarschijnlijk... Oh nee, je kan hier geen road naast maken? Ik kan hier wel farm maken, maar ik kan geen road. Ah, kak. Whatever, maakt niet uit. Wat ik dan gewoon dan sowieso kan doen is... Hier omheen gewoon een road maken, zodat het in ieder geval een beetje mooier uitziet. Zodat ik ook gewoon zit van, hey, dit steentje moet hier weg. God damn it. Maar dat het in ieder geval gewoon een beetje nice eruit ziet. Dat is het belangrijkste. Vind ik persoonlijk. Ik kan hier dus niet doorheen. Helaas. Maar wat ik wel kan doen is gewoon dit. Zo. Voilà. Maar dat kan dan natuurlijk weer niet. Omdat daar een steentje weer zit. God damn it. Maar het ziet er in ieder geval nice uit. En dat wil ik dan hier rechts ook gaan maken. En dan hierboven. En dat. You know. Ik vind het wel nice. En een farm neemt heel veel plek in, by the way. Zoals je al ziet. Dus dat is wel een beetje naar. Maar we kunnen hier nu dus mooi gaan verbouwen. We kunnen hier wheat gaan verbouwen, wat hartstikke chill is. Want hoe meer wheat wij krijgen, jongens, hoe meer brood we kunnen fixen. Momenteel hebben we best wel wat, maar het kan altijd meer. Momenteel 78 kinderen, yo. 78 kinderen. Dat is ook de reden waarom ik heel veel eten wil hebben. Nogmaals, eten is belangrijk, jongens. Je wilt serieus genoeg hebben. Ik zit een beetje te denken, want ik zeg nu wel hartstikke leuk. Oh, is er weer een dude? Oh, er is weer een dude. Walnoot hebben we al, fenchon hebben we al, squash seeds. Squash als het goed is hebben we nog niet, dus die wil ik eigenlijk wel. Bonen, corn, hebben we corn? Hadden we corn? Nee, dit corn hebben we nog niet, fuck yeah. Yo, ik wil graag ook wat corn. Dat is best wel tof, yes. Corn en squash seeds, dankjewel. En dat is in totaal 5000, god damn it, dat is wel veel hoor. Maakt niet uit, ik kan het zo fixen. Dat is voor mij natuurlijk geen enkel probleem. Ik heb gewoon die monies. Ik kan het gewoon even fixen. Op ik momenteel 2800. Ik denk niet dat ik het kan fixen, by the way. Heb ik genoeg? Ik heb genoeg iron. Daarmee kan ik het sowieso wel fixen. Cabbage wool coat. Kunnen we wel 50 wool coats erin gooien. En dan 20 eel. Oké. 15 eel. There you go. Perfect. Trade. Hoppakee. Yes, thank you very much. Dus wat we nu kunnen verbouwen... is we kunnen squash verbouwen en we kunnen wat corn verbouwen. Fuck yeah, dude. Ik heb het nu nog niet nodig. Ik heb eerst wat wheat nodig, maar... dit is best wel heel goed. Oké, dus hoe ik dit wil gaan verbouwen en hoe ik dit wil gaan aanpakken...
is best wel heel gemakkelijk. Ik wil het allemaal... Ik wil random vierkantjes gaan maken, om het zo te zeggen. Zodat je een beetje een design krijgt dat niet heel erg strak is. Dat je niet gewoon strakke vierkantjes hebt. Dat het allemaal zo... gecopypastaat is. Ctrl-C, Ctrl-V. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat het gecopypastaat is. Ik wil gewoon dat het heel erg... You know, random eruit ziet. Dat je echt denkt van... Hé, nee, hier staat niet echt een duidelijke pattern. Het is niet echt duidelijk dat het zo loopt. En dat wil ik juist doen. Ik wil random vierkantjes gaan maken. En dat zal je dus ook gewoon heel veel zien bij mij. Vooral hier, uiteindelijk. Omdat ik vind het gewoon mooi. Ik denk dat het juist een beetje er nice uitziet. Al creëer je een beetje een random patroontje erin. Zodat, kijk, hier. Het is wel mijn vierkant. Het klopt wel. Maar het is allemaal een beetje chaotisch. Het is niet echt allemaal direct recht. En dat vind ik tof. En ook als ik huisjes straks neerleg. Dat bedoel ik ook er uiteindelijk mee. Dat het niet allemaal perfect uitkomt. En dat het er een beetje zoals hier eruit ziet. Dat het niet allemaal perfect is. Kijk, bijvoorbeeld hier kan ik ook geen huisjes maken. Hier kan ik wel huisjes maken. Maar, hier kan ik ook gewoon daadwerkelijk geen huisjes maken. Laat maar. En dat vind ik niet erg. Want dan creëert het nog wel een soort van open space. En dan is het niet zo super claustrofobisch, vind ik. Dus dat vind ik juist wel goed uitzien. De tunnel is af in ieder geval. De tunnel, I don't know man. I don't know wat ik ervan moet denken. Ik dacht dat het iets toffer zou zijn. Eerlijk gezegd. Ik weet ook niet wat ik moest verwachten van een tunnel. Maar ik had niet verwacht dat het gewoon twee random blokjes zouden zijn. Eerlijk gezegd. Oh shit, heel veel mensen gaan dood. Dude, 4 mensen zijn al dood gegaan, zojuist. Heel veel kinderen hebben we wel dood. En heel veel studenten komen er ook aan. Maar moet je kijken, mijn eten. Het is omlaag gegaan. Bam, super hoge spike weer. 40 van de 81. 40 mensen al in totaal dood gegaan. Een beetje naar, een beetje heel vervelend. Kijk, hier gaan ze nu al gewoon wheat farmen. Dat is hartstikke mooi. Kijk, dat hebben we ook nodig. Fuck yeah, dude. Heel veel studenten zijn er nu ook weer bijgekomen. Zoals je al ziet, student. Hartstikke mooi, dude. Alles gaat gewoon super chill. En ondanks alles chill gaat, kunnen wij hier gewoon een paar nieuwe huisjes gaan poppen. Hoppakee, en dat wil ik ook gewoon nog een beetje aan de kant waar we al hebben gebouwd, wil ik het gaan doen. Ik wil nog niet te veel daar gaan bouwen. Dat wil ik volgende aflevering gaan doen. En die zal dus gewoon morgen online komen, wat best wel heel chill is. Zo, kijk. En dan wil ik hier uiteindelijk, wil ik gewoon de alledaagse dingen wil ik neerzetten. Zoals, een library wil ik weer. Een apotheker lijkt me tof. Een clinic, een barbershop. Gewoon de hele basic dingen wil ik hier gewoon weer neer gaan poppen. En dat heb je hier ook als het goed is. Wellicht. Ik weet niet waarom, maar dat kan ik gaan maken. Een hospital. En sowieso een graveyard lijkt me weer handig om te hebben. En een Force Lodge. Een blacksmith. Ik pop anders wel meteen een blacksmith. Ik vind dat wel een mooi plekje voor een blacksmith. Hoppakee. Dat gaan we ook gewoon doen. Hier wil ik een mine nog gaan maken. Zodat we genoeg steen en iron kunnen fixen. Want dat gaat ook weer heel snel omlaag. Ik wil nog heel veel doen. Oh, een tailor. Dat is ook heel erg belangrijk om te maken. Een tailor. Die ga ik ook maken. Jongens, wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een chille aflevering? Weet je? Kom gewoon morgen even langs, weet je? Gewoon morgen om 12 uur. Ik ga 3 uur lang lekker chillen met jullie boys. En eigenlijk langer dan dat. Ik bedoel, in de eerste 3 uur ga ik wat banners spelen. En ik heb ook een giveaway en dergelijke. Dus dat is best wel heel erg dope. Jongens, bedankt voor het kijken. Check jullie de volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering van Banished. Love you all. Ciao.